Passie Kijken presenteert de tv-carrière van Wilfred Gené. Ja, het is even een overgang. Hoe gaat het met Wilfred? Hoe gaat het met Wilfred? Nou, op dit moment is hij elke dag te zien met Tour du Jour, de grote concurrent van de avondetappe. En dat valt een beetje tegen. De kijkcijfers van het programma hebben altijd al een beetje... het moeten afleggen tegen de avondetappen van de NOS. Maar dit jaar gaat het toch echt niet heel goed. Voorbeeldje gisteren, 140.000 kijkers. Gemiddeld zitten ze op 200.000 kijkers. Dat is echt niet zoveel. Het programma is een jaartje weg geweest. Nu weer terug op de buis. En dat is vooral omdat de gemeente Breda, waar die talkshow een maand lang vandaan komt, €125.000 heeft neergeteld uit het potje City Marketing. Dat is veel geld, maar ja, met zulke kijkcijfers hebben ze toch een beetje een kat in de zak gekocht, als je het mij vraagt. De gemeente Breda zegt zelf best tevreden te zijn. En dan het programma zelf. Heb je het wel eens gezien, Govert? Ik kijk af en toe, maar ik kijk dan toch liever naar de avondetappe. Ja, de Tour du Jour wil een beetje een lollige versie zijn. Maar het wordt toch niet echt sfeervol. Ze willen ook wel iets serieuzer zijn dan voorgaande jaren. Maar ja, als je dan af en toe toch Dries Roelvink laat opdraven en dat soort dingen. Maxime Hartman doet filmpjes tussendoor. Dat doet hij overigens heel erg leuk. Wilfred probeert de stemming hierin te houden, maar de oprechte passie en lol die we van hem kennen in Voetbal Insight kan ik nog niet echt ontdekken. Even wat fragmentjes. Dat komt niet zo vaak voor dat de burgemeester applaus krijgt, Paul. Nee, dat is... Je bent populair hier, hè? Ja, dat is Brabant, hè? Dat is Breda. Ik voel me nou net wethouder Hekking even zo. Dan krijg je zo voor. Molen, geef er even een applaus, daar ga ik naartoe. Hoe wil je straks herinnerd worden? Als de mooiste sportvrouw van Nederland? Als de beste. Want ik las bijvoorbeeld dat je 17e was geworden bij de 7 dorpen omloop in Aalburg. En het Tour de France lied mag niet ontbreken bij Tour de Jour. Nou, ja, is dat zo, dames en heren? Vindt u dat? Nee, dames en heren, dat gaat echt niet gebeuren. We gaan snel naar Maxime Hartman. Maxime Hartman, daar is die. Ja, Wilfred probeert in ieder geval de stemming er goed in te houden, maar de locatie is toch valt wel tegen als je het vergelijkt met de avondetappe. VRT heeft ook prachtige locaties, trouwens met Vive le Velo. Maar ik heb het idee dat het toch een beetje corvée is af en toe voor Wilfred, als je het vergelijkt met Voetbal International. Je hebt, dat kunnen we misschien zien aan de hand van de carrière die hij heeft doorlopen. Hij is al vroeg begonnen, hè? Ja, hij wilde al op zijn 12e, had hij het idee, ik word sportpresentator. Ze zaten op de bank, zat hij samen met zijn zusje naar Kees Jansma te kijken. Hij zei, hij wees naar de tv en zegt, dat wil ik later worden. Waarop zijn zusje zei, kaal? Zegt Wilfred, nee, sportpresentator. Wilfred is begonnen bij de lokale zender Oog TV in Groningen, maar heel Nederland kon hem eigenlijk voor het eerst zien op de geflopte zender Sport 7 in 1996. Daarvoor zat hij al bij Filmnet, maar Sport 7, daar kon heel Nederland hem voor het eerst zien. Luister even mee hoe hij door Koos Postema aan de kijker werd voorgesteld in het openingsprogramma. Sport 7 gaat heel veel aandacht aan voetbalsteden. Het programma rond al die wedstrijden heet dan Voetbal 7. En die presentatoren zijn Wilfred Gené en Leo Dries hier naast mij. Wilfred, worden jullie een vast duo? Dat hangt een heel klein beetje van vanavond af. Want Leo en ik gaan samen de BVO's voorstellen vanavond. De clubs? De clubs natuurlijk, ja. En als dat een succes is, dan denk ik wel. En ik hoop het eigenlijk ook, want Leo is een beetje ons lichtend voorbeeld. Wat ga jij precies doen in de rest van de week? Een aantal programma's. Op maandag het nabeschouwingsprogramma met Wim Kieft, die dan zijn eigen momenten kiest. Op donderdag het voorbeschouwingsprogramma op de PTT Telecompetitie. Ja, je hoort wel de schuchterheid nog een beetje in zijn stem, hè? Staat wel naast de Koos Postema. Ja, dat is waar, dat is waar. Nou, we weten allemaal hoe het geëindigd is met Sport 7. Daarna ging Wilfred naar SBS6. RTL Sport heeft hij ook nog gedaan. Maar dat was wel een tijd dat hij een beetje hoog van de toren blies over zichzelf. Hij zei bijvoorbeeld in een interview dat hij zomergasten wel even zou gaan presenteren. Hij wilde ook een boekenprogramma maken, à la Adriaan van Dis. En hij zou Mart Smeets wel even naar de kroon gaan steken. En dit zei hij bijvoorbeeld over Jack van Gelder. Presentatiegebied een van de allerbeste, omdat hij een bepaalde sfeer kan creëren, wat bijna niemand kan. Die heeft een warmte in zich die weinig presentatoren hebben. Alleen, ik vind hem alleen kritisch gehalte hebben van een surfplank. Ja, nou, dan maak je je niet heel geliefd in Hilversum natuurlijk. Dat is niet heel handig. Werd hem niet in dank afgenomen. De collega's vonden hem dus niet altijd even aardig. Bij RTL ging hij dus een programma maken met Johan Derksen. Dat ging behoorlijk goed. Maar hij had ook de behoefte om andere dingen te gaan doen. Hij maakte gesponsorde programma's, hij deed radio en RTL Boulevard. U denkt dat praten over geld saai is, dan moet u toch een keer kijken naar Beleg International. In dat programma wordt er alom gesproken over geld, ook over uw geld. U luistert naar de Friday Move van vrijdag 31 maart. Fantastisch, Burgert Lewis heeft zojuist het dak eraf gezongen. Straks in RTL Boulevard gaan we het hebben over de verboden vakantiefoto's van de Oranjes die vanmorgen in de Nederlandse ochtendkranten stonden. Ja,
behoorlijk gevarieerd palet had hij in die tijd. Uiteindelijk hield Wilfred nog twee grote wensen over, die allebei zijn uitgekomen, namelijk vader worden en het Eredivisie voetbal op de zondagavond, 7:00, bord op schoot presenteren. Bij de NOS kon dat niet, maar hij werd overgekocht, kunnen we wel zeggen, door John de Mol. Bij Talpa ging hij in 2005 dat toch gaan doen. Hij ging overigens wel met knallende ruzie weg bij RTL, want was niet echt handig, Govert. Hij had de inkt van zijn contract was nog niet droog. En de volgende dag stapte hij toch alweer over naar Talpa. Daar maak je geen vrienden mee. Maar hij volgde zijn droom en hij presenteerde de wedstrijden. Een hele goede avond. Hartelijk welkom. Zondagavond 14 augustus in het jaar 2005. Mijn naam is Wilfred Gené en dit zijn de wedstrijden. Het is even wennen natuurlijk. Voetbal op Talpa, een nieuwe zender, nieuwe gezichten, nieuwe stemmen en ook een nieuwe competitieopzet. Want we gaan dit jaar werken met het play-off systeem. Ja, er zijn veel mensen die nog nachtmerries hebben van dat programma. Echt heel vervelend, want ze begonnen natuurlijk met de oninteressantse ontmoetingen. Ja, wat een kauwgomprogramma. En de reclameonderbrekingen, wat wij hier niet gewend zijn natuurlijk. Helaas. Nou, na 2 jaar hield Talpa op. Wilfred kwam weer met beide benen op de grond, kunnen we wel zeggen. Hij ging terug naar RTL, maakte van Voetbal International, later Voetbal Insight, een groot succes, won er zelfs de televisiering mee. En ook die wens die ik net noemde, zomergasten presenteren, is een klein beetje uitgekomen. Want vorig jaar presenteerde die op RTL 7 Wat gaat er nu door je heen? Dat is een avondvullend interviewprogramma met tv-fragmenten. Maar ook dat werd een enorme flop. Dus we kunnen wel stellen, Wilfred als interviewer minder geslaagd, maar op zijn best naast een sterke opponent, bijvoorbeeld Johan Derksen. Wat zal de toekomst brengen voor hem? Nou, in ieder geval, een paar weken geleden was hier nog de directeur van RTL 7. Die zei, ja, het is niet zeker dat Johan Derksen doorgaat overal. Als over een jaar zijn contract afloopt. Dus dan is misschien het einde van Voetbal Insight dient zich aan. Dus hij gaat in ieder geval daar nog een jaar mee door. En je hebt het ook gehoord, Govert. Hij heeft een klus erbij. Hij is CEO van een familiebedrijf in Schijndel geworden. Dus hij is al een beetje aan het denken, wat ga ik doen na mijn tv-carrière? Dat bedrijf heeft onder andere een softwarebedrijf, een cateringbedrijf, een vastgoedontwikkelaar zit erin. Dus hij gaat een groot bedrijf leiden. Dus dat gaat hij doen naast zijn tv- en radio-dingen. Dus benieuwd of hij dat kan combineren. We gaan het zien. Voorlopig kunnen we hem in ieder geval nog een jaar lang zien met Johan Derksen. Mooi. Wie wilde niet 6 miljoen verdienen? Maar overigens vind ik dat jij de laatste bent die over dit onderwerp mee moet praten. Ja, maar dat vind ik geen goede opmerking, maar jij weet hoe de situatie in elkaar zit. Ik vind echt dat je een keer daarover op moet houden trouwens. Jij hebt 2 avonden te kennen gegeven dat je totaal niet op de hoogte was van de gang van zaken. Oh, dat is het dan nu weer. Dat ik niet op de hoogte was. Ja, ga door. Ja, je hebt enkele onzin uitgeslagen. Oh. Dit soort opmerkingen vind ik een beetje misplaatst, heel gezegd. Maar goed, dat ja, nee, Wilfred die mag alles over iedereen zeggen, behalve als de grapjes over Wilfred gemaakt worden, dan is dat het tegen de zere been. En, ja. De ideale aangever van Derksen, kunnen we wel zeggen. Top. Zij Derksen. Absoluut. Zelf gekozen tv-momentje van de week, heb jij? Ja, we sluiten altijd af met het tv-moment van de week. Deze keer heb ik gekozen voor een tv-reclame die afgelopen week in première ging. Een grote verzekeraar kwam afgelopen maandag met een 3 minuten durend spotje. Die moet waarschuwen tegen het appen achter het sturen in het verkeer. En dat spotje begint zo. Ik denk dat ik heel handig op de weg kan letten terwijl ik naar mijn telefoon kijk. Ja, en daarna vertelt een man aan deze mevrouw over een dodelijk ongeluk dat hij heeft veroorzaakt. Het is een hele indrukwekkende reclame, kunnen we wel zeggen. Appen achter het stuur, niet doen.